Maar ze doen het verder best. Jij, je goede meid. Jazeker. Kijk, daar was ze. Ik zie Kandel of daar zit. En daar zit Rijke. Hey Rijke. Ja, lieve vrienden, een hele goede morgen. Nee, middag al. Ik ben er al wel een tijdje uit, hoor. Ja hoor, want Rebecca is boven bezig. Maar in ieder geval een hele goede middag. En welkom weer bij Corina en de Beestenboel. Ja, 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 ja. Ik heb net Kandel alweer binnengelaten. En Rijka, die had ik ook even in de tuin. Maar die maakte maar een puinhoop ervan met haar eten. Ja, overal legt ze wat neer en dan is het even te verlikken en snuffelen en proeven en dan legt ze het weer neer. Ja, het is voor haar allemaal vreemd natuurlijk. Maar ze doet het verder best. Jij, je goede meid. Jazeker. Kijk, daar was ze al. Daar was ze al. Hé? Joh. En Kandel of onder de stoel. Dat mag niet. Dat mag niet. Juist ja, daar is jouw plek. Maar niet op een stoel. Nee, niet op een stoel. Dat mag niet. En dat weet je wel, deugnietje. Ja, ze kunnen een beetje, hè? Ik moet weer op Kandel of denken. Mag ik het door? Lou, mag ik het door? En daar hebben we Ewin. Hé, Ewin? Moet jij naar boven? Moet jij naar Rebecca toe? Nou, dat mag, meisje. Dag! Hé, meneertje Kandel. Gaat ik het door? Ja, zijn we weer bij de eettafel. Zo is dat. Nee, en ja, je hebt mensen, hè? Ja, word je s'nachts wakker geëpt. Oh, om de gekste tijden. Maar ja, maakt allemaal niet uit. Wij zijn eruit. Ik doe nog een bakje koffie. Rebecca heeft het vandaag heel erg druk. Anders moet het 5 uur werken. Ja, en dan allemaal huishoudingen. Maar dat heb je, als je dit werk graag wil doen. Ja. Maar oké, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Hier, daar regent het. Daar ook wel, maar daar schijnt ook de zon. Dus er zal er ergens, weet ik van waar, regenboog zijn. Weet ik het niet waar. We gaan even onderzoeken. Ik denk het niet uit, wel uitkijken dat ik niet over de brokken heen rijd, want het is één puinhoop. Maar ik zie niks. Nee, het is vreemd. Heel vreemd. Wel blauwe lucht. Maar echt, zon is er eigenlijk ook niet. Maar ja, wie weet, komt hij wel weer terug. Of tenminste, het is zij, hè? Ja, de maan is een mannelijke vorm en de zon is vrouwelijk. Ja, dat heb ik tenminste zo geleerd. Of zoiets, weet ik niet, maar ik heb het wel zo geleerd. Oké. Nou ja, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Ik hoop dat het wel weer droog wordt vandaag. Want ik moet nog kaarten rondbrengen. Ik moet zelf nog een paar kaarten schrijven. Dat wil ik met Rijka weer rijden. Ja, maar dat komt allemaal wel weer goed. En hopie dopie. Ja, dan ga ik dus weer wat met mijn scootmobiel er vandoor. Ja. Want dat moet ze wel blijven trainen, hè? Ook dat. Maar oké, ik zou zeggen, geniet van alles. Ja, daar komt het zonnetje. Aan die kant. Aan die kant. Daar schijnt de zon. Dus dat moet ook. Als die daar is, dan moet de regenboog tegenover wezen. Nee, dat kan niet. De zon die is daar. Dus moet die daar ergens schijnen. Die komt er tegenover. Althans, zo is het altijd. Mijn loppenjendo, ik zie hem niet. Nee, geen regenboog.
Nou ja, het zal. Ik ga er ook niet echt om zoeken nou. Nee, als de regenboog er niet is, dan is die er niet toch. Dan zit ik toch wel verkeerd te kijken. Daar is die zon. En ik heb geleerd tegenover de zon hoe de regenboog verschijnt. Maar ook daar niet. Nee. Te zien. Nee. Nee. Geen regenboog, Rijka. Hoe kan het nou toch, hè? Ja. Nee, kan wel. Ook niet, hè? Nee, geen regenboog. Nou, dan gaan we weer door. Ja, kan er niks aan doen. Maar oké, ik zou zeggen, geniet ze. Misschien zien jullie hem wel. Doei! Ja, lieve vrienden. Sandra moet mij horen. Rebecca is geweest, mijn huis is niet schoon. Die komt pas, we zien. Ze komt ergens tussendoor, maar ze komt ook nog eens een keer, ik ben weer 2 januari, dat is pas weer na de vakantie. Ik heb vandaag ook trouwens nog telefoon gehad van Welzorg. Dat is het bedrijf die op komt draven wanneer jij pech hebt met je scootmobiel of met je rolstoel of wat dan ook. En nou ja, ik heb tot zover pech. Ik kan rijden, ik kan het heuveltje steeds zelf verhelpen, want dat is steeds dat het terugkomt. Dat mijn linker knipperlicht, dat komt uit mijn stuur vandaan. Dat komt door dat trillen natuurlijk, wat hij doet. En dan komt hij langzaam uit, steeds uit die stuur vandaan. En dan wil je linksaf, want je merkt het gewoon niet. En dan moet je linksaf. Oh, hangt hij er weer bij neer. Dus ja, die komen ze de 30ste repareren. Jack van Zirelo is net geweest. Die heeft ook even een paar kleine klusjes voor me gedaan buiten. Ik ben zelf nog even buiten aan de gang geweest, maar dat is nog niet klaar wat ik zelf mee aan het doen was. Maar ik moet nog 2 kerstkaarten schrijven en dan gaan Rijka en ik eerst weer weg. En datgene waar ik mee bezig was buiten, kan ik morgen ook nog verder doen. Ja. Dus ik ga met Rijka de hort op de scootmobiel. En om nog meer kaarten weg te brengen, maar ik moet er nog even 2 schrijven. En ja, ik neem jullie nog niet mee, want die moet ik nog steeds aan de lader hebben. Dat vergeet ik steeds. Nou ligt mijn mobiel er even aan die ik straks mee moet. Dus ja, druk. Rondom de kerstdagen, altijd druk. En ook natuurlijk tussen kerst en oud en nieuw in, altijd druk. Maar ja, we houden het gewoon lekker simpel dit jaar. Ik ga niet uitgebreid koken of wat dan ook. Doe ik niet, begin ik niet aan. Nee. Jan die weet ook 1, 2, 3 nog niet hoe en wat. Omdat hij in het ziekenhuis even heeft gelegen voor een paar uurtjes om door de mangelmolen heen te moeten. Omdat hij onwel was geworden. Nou ja, hij moet rustig aan doen. Het was stress, werd hem medegedeeld. Ja, dan moet hij ook rustig aan doen. Maar het is zo'n ijverig mannetje. Altijd dit en zo en dat en dit. Dat is echt Jan. Ja, en die kan er wat van. Dat Rijn. Maar oké. Ik ga gauw opschieten. Het is nou weer mooi weer. Het is 2:30. Dus voordat ik weer thuis ben is het weer donker. Zowat. Ja. Oké, ik zou zeggen, tot dan. Doei! Een hele goede morgen, lieve vrienden. Ja, het is vandaag. Wat vandaag is het vandaag? Jeetje! Donderdag, ja. En het is 19 december. En we leven om 11:22. Eeuwen, die is het daar. En de rest is buiten in de tuin. Ja. Ik meen dat Rijke alweer naar binnen woont, dus we gaan even kijken. En ik wens jullie ook van harte welkom bij een gloednieuwe vlog. Ik zie Kandel of daar zit. En daar zit Rijke. Hey Rijke, wil jij erin? Nou, dan kom maar. Kandel of ook? Kandel? Dan kom dan. Kom maar. Kandelfie. Kom. En goed zo. Nou, dan zijn ze allemaal weer binnen.
Het is ook zo'n kleine geguit. Hé? Ja. Ja, je bent een man hondje. En dat is een malakat. Maar oké, lieve vrienden. Ik moet om 1 uur in een andere wijk wezen. Rijka die moet weer alleenig blijven, dus de katten gaan achter de deur. Jullie weten dat ik een tongpiercing erin heb laten zetten. En toen ik eraan toe was om weer een andere knopje, of in ieder geval de juiste erin te krijgen, was ik ziek. Dan kan je er niet heen. Nee. Toen ik bij hem weer appte van, om een afspraak te maken, kon het ook niet, want hij was niet thuis. Hij was op vakantie. Ook dat kan gebeuren. En toen zei hij ook nog eens een keer dat hij de verbouwing lag thuis. Dus dat kan het ook niet. Daarom was hij dus op vakantie. Dat laat hij doen, daar heeft hij money genoeg voor. Maar in ieder geval, wie er dan wel thuis is, weet ik niet. Maar hij was in ieder geval in het buitenland. En nou moet ik dus, ik moest eerst om 11 uur komen. Maar dat heeft hij weer verschoven naar 1 uur. Dus hij zal wel eerst andere dingen weer gehad hebben. Dus nou om 1 uur, nou het komt mij ook beter uit. Hé, eeuwie, ja. Dus gaan we straks naartoe. Maar, gisteravond kreeg ik onverwachte visite. Ja, leuk, gezellig. Mijn broer, helemaal top. Maar hij vertelde me iets wat ik eigenlijk nog niet eens iets wist en wat heel de helder wel weet. Dat is dat onze mooie watertoren zelfs nog mooier is dan dat hij normaal is. Wij, als het enigszins kan, vanavond naartoe. Maar dan moet het wel droog weer wezen. Want dan moet ik de camera mee. Althans, waar ik nou mee werk, dat gaat dan mee. Ga ik de watertoren vloggen. Dan denk je, waarom de watertoren? Die heb je al eens vaker erop gehad. Ja, heb ik er vaker op gehad. Maar niet zoals die nou is. En dan gaan we eventjes vloggen voor jullie. En dat is heel erg mooi. Ja, ik zat er met een open mond naar te kijken over verbazing. Hoe krijgen ze dat allemaal voor elkaar? Maar het is mooi, dat beloof ik jullie. En het begint om 5 uur, zei mijn broer. Dus ja, ik hoef niks te missen van de televisie qua kerstfilms. Dus ja, we gaan gewoon vanavond even naartoe. Nee, dan neem ik Rijka dus ook even mee. En dan zien we het wel weer. En ik ga nu lekker... Van mijn diertjes genieten, ze krijgen even eten en ik ga zelf een bakje koffie doen en komt allemaal goed. Ik zou zeggen, tot later en geniet van je dag. Ja, het is raar weer, want het is daar bewolkt en donker, maar daar schijnt de zon. Oké. Het is hier soms lachwekkend hoor, echt. Maar ik zou zeggen, geniet ervan en tot later. Ja, lieve vrienden, ik zit maar even in de keuken met wat even een beetje groter licht erbij. Tel je al buitje aan. Ik ben dus vanmiddag weg geweest naar die tongpiercing meneer. Laat ik hem zomaar even benoemen, want hoe die heet, weet ik wel. Ik heb dan bling-bling-stuntje erin. Helemaal top. Voor de kerst. Gezellig. Maar in ieder geval, ik heb net even op de bank gelegen, want ik was zo moe in ene. Ik denk, ik ga even lekker met Rijka op de bank leggen. Heerlijk. Het regent nu hier, maar ik heb ook gehoord, dat is niet alleen de watertoren die heel erg mooi schijnt te zijn. Maar Cape Holland, de oude Rijkswerf, zijn er ook een paar panden die heel mooi verlicht is. Dus we hopen wel dat het uiteraard... weer het droog weer gaat worden, dat we er naartoe kunnen. Het is nu maar 18 minuten over 4. Ik ga eerst even kerstcadeautjes inpakken. Ja, zowel weer voor Jan. En ik heb het een en ander voor Karin en ook een paar cadeautjes dat is voor hem samen.
Dus ja, het komt allemaal wel goed. Ik weet ook niet precies waar Roderick allemaal van houdt. Ik moet nog eventjes polshoogte voornemen. En ja, dat komt allemaal wel weer goed, denk ik zo. Maar ik moet ook nog afwachten hoe ik het allemaal mee moet nemen. Want Rijker gaat dus ook mee naar Den Haag in de trein. Maar die zit op de voertje voorheen, kon ik daar die tas neerzetten. Met allemaal spullen, et cetera. En er ging iemand langs, die kon ik goed, dus moet ik even zwaaien. En ja, dat moet je dan wel eventjes doen. Moet ik even bekijken hoe ik dat mee kan nemen. En dan zullen we het beleven. Ik ben even gelijk even wat aan het opruimen en aan het openen. En dat was eventjes nat voor de poesbeestjes. Nou, en ik ga aan de ravioli vanavond. Bolognese. Lekker, lekker. Altijd lekker. Ja, toch? Ja hoor, vind ik van wel. En ja, we zullen het beleven hoe het vanavond straks is. Ik ga dan een bakje koffie nog maken. Lekker eventjes. En dan wat cadeautjes in pakken, kom ik niet klaar. Dan is het morgen nog een dag. Ja, toch? Op de avond is de televisie er morgen. Ga ik weer kijken. Ja, dus het komt allemaal wel goed. Ik zeg, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie namiddag. Het is nu reeds 20 over 4. Dus nog tijd genoeg. Ze zeggen. Tot later. Nou, lieve vrienden, het gaat vanavond niet door, want het blijft maar regenen, blijft maar regenen. Ik heb er net op de buienradar gekeken. Blijft maar regenen. En dat, ik hoop dat het morgen kan. In ieder geval tot 4 januari hebben we de tijd. En we moeten gewoon even een gaatje zien te vinden dat we vanaf 5 uur daar aanwezig kunnen zijn. Ja. En dat het dan droog is. Daar gaat het om. Want ik moet het droog weer hebben. Want de mobiel kan niet tegen regen. Nee. En het regent nogal flink. Het is van dat vieze, smerige, miserige rot weer. Nou, daar word je juist natter van. Hey, Ewin. Ja? Oh. Maar in ieder geval, lieve vrienden. Dat wou ik jullie even mededelen. Ik wens jullie allemaal een smakelijk eten. En een hele fijne, liefdevolle avond. En ik zeg tot later. Doei doei!